En het is weer tijd voor een nieuwe challenge. Ik sta hier ook echt in een soort cirkel waarvan ik denk van gaat er gevochten worden? Nee, maak je geen zorgen. Ik zit hier met Kurt Rosa, met Fleming en met Frederik. En het is tijd voor muziek. Dit zijn de tools. En alles wat je nog in de omgeving ziet. Okay. Ik geloof dat ze al begonnen zijn. Succes jongens, tot zo. Triggerfinger jongens, triggerfinger. Alleen die twee dingetjes. Ik heb er een refreintje. Ja, als we nou hier het refreintje van maken, we maken hem vocal. Dus we maken een soort van queen. Jullie zetten hem in, dan heb je een terts, dan heb je een quint, dan heb je een octaaf. Okay. En die zetten we om de beurt in. Maar, okay. Ja? Ja. Maar wat is en dat is het refreintje. Wat is het? Ja, oh, ik heb geen tekst. We kunnen een tekst doen en dan verdelen we de helft over een tekst. En de helft doet dan iets van ootjes of na. Oké, hoe gaan we eindigen? Ja, pap, pam, paf. Ja, oh lekker. Super cool. Right. Gooi iets kapot. Ja. Met die twee zou ik dan meteen verder. Ik denk dat we hem hebben. Zullen we hem gewoon opnemen? Ja. Nou, de tijd zit erop. En ik zie hier gewoon twee rijtjes van drie. Jullie hebben een hele act in elkaar, begrijp ik? Ja, we hebben echt ons best gedaan. Okay. Hoe heet jullie als groep zijn? Hebben jullie ooit bedacht? Wij zijn kapottrappers. Ja, de kapottrappers. De kapottrappers. Ik denk al wanneer komt het kapottrap gedeelte. Jij liet al wat noten vallen. Ja, ik foutje. Wat een act jongens. Dit was echt wel goed en catchy. Gaat iemand die rijst opruimen inderdaad? Ja. Te gek jongens, het had wel echt swing. Ja, bedankt. Ja, vet. Ik krijg halleluja, praise the Lord gevoel. Dat is wel een gospel vibe. Ja. Nou, thanks.